Welkom bij een nieuwe video van Digistudies voor het vak Nederlands, of maatschappijleer, of biologie, of misschien wel muziek. Het gaat in ieder geval over je profielwerkstuk. En in deze video ga ik je uitleggen hoe je een onderwerp kunt vinden voor je profielwerkstuk. En dit is deel 1 van de serie Profielwerkstuk, omdat we meerdere video's gaan maken. De inhoud van deze video betreft eerst algemene informatie over het profielwerkstuk. Daarna ga ik je leren welke vragen je jezelf moet stellen voordat je begint. Hoe vind je nou een geschikt onderwerp voor je profielwerkstuk? En uiteindelijk geef ik nog wat voorbeelden van onderwerpen. Nou, algemene informatie over je profielwerkstuk. Je profielwerkstuk maak je aan het einde van de middelbare school. Of je nou op HAVO zit, op VWO, misschien op VMBO, altijd aan het einde van de middelbare school moet jij een soort werkstuk inleveren. Nou, het is een praktische opdracht over een bepaald onderwerp. En bij die praktische opdracht dan gaat het er dus om dat jij informatie kunt geven over dat onderwerp en dat je een eigen onderzoek kunt doen over dat onderwerp. En uiteindelijk moet je dit gaan presenteren. Dus je presenteert je werkstuk en je presenteert ook je onderzoek. Vragen die je jezelf moet stellen voordat je begint. Met wie werk je samen? Dus ga je het alleen doen? Dat kan, maar je kan het natuurlijk ook met iemand samen doen. Wie is dat? Dus iemand met wie je goed kunt samenwerken. Welk vakgebied? Is dat voor Nederlands, voor biologie, voor muziek, voor wiskunde? Dus zoek dat ook uit. Welke docent? Ook niet onbelangrijk. Je moet er wel een klik mee hebben natuurlijk, maar de docent moet wel bij dat vakgebied passen. Misschien heb je wel een vakgebied wat jij moet doen voor je profiel. Misschien moet jij wel echt alleen biologie doen of juist alleen geschiedenis. Hoeveel bladzijdes? Dat staat misschien in de richtlijnen, dus controleer dat hoeveel bladzijdes je moet doen. Hoeveel tijd moet je erin stoppen? Dus soms moet je er 60 uur in stoppen, soms moet je er 80 uur in stoppen. Moet je vaak bijhouden in een logboek, dus controleer goed hoeveel tijd je erin moet stoppen. En wanneer moet je het inleveren? Nou, dan heb je dus al die vragen aan jezelf gesteld, maar dan moet je nog een onderwerp vinden. Hoe vind je nou een geschikt onderwerp? Nou, jullie vinden het allebei leuk, dus dan heb ik het over jou en je partner, of jij alleen als je het alleen doet. Dat je het leuk vindt is natuurlijk belangrijk, want je gaat er heel veel tijd in stoppen. De docent ziet het zitten. De docent moet jou natuurlijk wel gaan begeleiden, dus die moet het met jou eens zijn, met je onderwerp. Er bestaat veel betrouwbare informatie over het onderwerp, dus dan is er bijvoorbeeld veel te vinden op internet. Misschien kun je wat boeken lezen, informatie waar je iets mee kunt. Nou, het moet zeker niet te makkelijk zijn, want het is natuurlijk het einde van je middelbare schoolcarrière. Maar het moet ook zeker niet te moeilijk zijn, want je moet jezelf ook niet in de weg gaan lopen. En je kunt een logische opbouw van je werkstuk bedenken. Dus als jij een onderwerp hebt, dan moet je bijvoorbeeld kunnen bedenken, oké, hoe ga ik dat werkstuk nou in elkaar zetten? Dus de geschiedenis van het onderwerp, of wat betekent het onderwerp, of hoe is dat in Nederland geregeld? Je moet gewoon voor jezelf bedenken, kan ik iets met het onderwerp? Kan ik meerdere kanten op? Kan ik er een verhaal over vertellen? En er moet natuurlijk ruimte zijn voor onderzoek. Dus je hebt een onderwerp en je moet daar ook een soort onderzoek over doen. Dus je moet natuurlijk wel een onderwerp hebben waarbij daar ruimte voor is. Dus niet dat het echt ontzettend moeilijk is om er een onderzoek over te doen. Dat je hele ingewikkelde dingen nodig hebt. Dus het onderzoek moet wel echt goed uit te voeren zijn voor jou. Nou, ik heb hier wat voorbeelden van onderwerpen. Media, dus bijvoorbeeld social media over tv, radio, krant. Economie, bezuinigingen, investeringen. Biologie, over ziekte, voeding, hersenen. Geschiedenis, kan over Nederland gaan, over het buitenland, een bepaalde oorlog. Als je voor Duits of Engels of Frans je profielwerkstuk gaat schrijven, dan kun je natuurlijk dit land nemen. Dus dan kun je alles doen over dit land. Een zanger, een dichter, de politiek, de handel, ook een oorlog bijvoorbeeld. Nou, je kunt iets in Nederland vergelijken met datgene in het buitenland. Dus gewoon een willekeurig onderwerp. En dan kun je gaan kijken hoe dat nou werkt in Nederland en wat het verschil is met het buitenland. Je kunt kijken in de muziek. In de wiskunde, in de sport, je kunt heel veel kanten op. Het moet natuurlijk wel passen bij je profiel, dus als jij echt strenge regels hebt dat het bij je profiel moet passen, dan moet je bijvoorbeeld echt biologie doen of geschiedenis, dus controleer wel natuurlijk even, wat mag ik? Heb ik de vrijheid om een keuze te maken of ben ik gebonden aan een bepaald vakgebied? Wat doe je als je een onderwerp hebt? Nou, natuurlijk ga je brainstormen, je kunt misschien een woordenspin maken. Wat wil ik allemaal vertellen? Praat met de docent. De docent die kan jou op weg helpen, die kan jou ideeën geven en dan kun je misschien weer een stukje vooruit. Vertel iedereen over je onderwerp. Misschien heeft je oom, je tante, je opa, je buurman wel informatie over dat onderwerp. Handige bronnen, handige weetjes, ideeën voor een onderzoek. Dus strooi lekker met je ideeën. En dan beginnen maar. Je moet natuurlijk een hoofdvraag hebben, een hypothese, onderzoeksvraag, deelvraag, etcetera. Daar gaan we verder in deel 2. Dus dit was deel 1 van de video en in deel 2 gaan we gewoon vrolijk verder met het onderwerp profielwerkstuk. Heb je nog vragen of ideeën? Laat het ons weten. Vergeet niet om ons te liken op Facebook, om je te abonneren op YouTube, om de andere video's van Digistudies te bekijken en om een duimpje omhoog te doen als je iets aan deze video hebt gehad. Tot de volgende keer!